Ik heb vandaag een beetje een lui dag. Dat is lekker, hè? Dus vandaag alles alleen doen. Kijk eens hier. En ik wil hem iets zo hebben. Heerlijk dit, hoor. Oeh, hey! Ja! Goedemorgen en welkom bij vlogmas nummer 3 meer. Vandaag heb ik niet zoveel op de planning staan. Ik ben echt moe. Ik had gisteravond echt vet slecht geslapen. Ik sliep pas om 1:30 of zo. Ik moet echt alweer om 6:30 uit. Ik heb de jongens gedaan. Nee, ik moest vanochtend ook eerder weg. Dus ik moest vandaag alles alleen doen. Ik ga nu even heel keihard genieten. Wat is er? Zenuw zit me zo zielig aan te kijken. Lekker kroelen. Lekker kroelen. Ik zou eigenlijk vandaag surprise of uitdeelzakjes moeten maken voor mensen van zijn oude school. Maar ik dacht dat hij op vrijdag altijd eerder klaar was. Maar op vrijdag heeft hij ook gewoon een hele lange dag. Het is echt bizar hoeveel uren hij nu ineens maakt. Maar ja, dus hij is helemaal niet in de middag vrij. Ik weet ook niet hoe ik daarbij kom. Maar... Dus hij moet nog maar even wachten. Dus woensdag gaat hij uitdelen op zijn oude school. Dus ik heb vandaag nog even de tijd. Toen moest ik even op de fiets bij dat plein. Daar heb ik geen zin in. Ik ben een beetje lui vandaag. Mijn zalige thee drinken. Oh. En rustig ontbijten. Dat is echt al heel lang geleden dat ik dat kon doen. Oké, hij staat er eindelijk op. 12:15 en hij staat erop. Finally. Ik heb namelijk niet zo heel veel te doen. Ik heb vandaag een beetje een lui dag. Ik weet niet, ik ben een beetje moe. Gewoon een beetje luiig. Ik heb gewoon zin om filmpjes te kijken met popcorn, warme chocolademelk en dat soort dingen. Nou, voilà, ben ik hier. Schandalig, I know. Ja, het is best wel chill, hè? Ik heb RTL Crime opstaan. Ik ben klaar met editen. Wauw, ik heb gewoon me-time. Even serieus, ik heb me-time. Me-time. Kijk eens hier, kaarsjes hier. Kijk nou. En ik heb even mijn tafeltje hier neergezet. En dan is het helemaal vol. En kijk nou hoe cozy. En ja, wacht. Ja, ik had iets. Ik dacht van, weet je wat ik ga doen? Ik ga een oliebol nemen. Maar het engeltje zegt, neem een oliebol. En het duiveltje zegt, nee, wacht even, is het andersom? Het duiveltje zegt inderdaad, neem een oliebol. En het engeltje zegt, neem het niet. Dus dat zit heet in mijn hoofd. Maar ik ga het denk ik toch nemen. Ik mag hier best van genieten, vind ik. Ja, vind ik gewoon. Dat is lekker, hè? Zo, ik heb Zeno ook maar wat lekkers gegeven, hè? Het is nu 3:01. En ik verveel me dus nu al. Ik weet niet, ik kan gewoon niet zo goed chillen of zo, niet zo goed ontspannen. Afspraak bevestigen met Veldhuiskliniek voor mijn, je weet wat, mijn botox, wat ik wil gaan doen. Maar ik wil het wel doen. Ik ga even die afspraak daar even bellen om te zeggen wanneer ik wil. Maar de 19e ben met mijn moeder samen, ga ik mijn ooglid ook ook. Lijkt alsof ik zoveel dingen doe. Maar ga ik dat ook laten doen, want hij begint wel, kijk, zoals hier. Vind ik dit echt niet mooi, hij mag wel iets meer zo staan, kijk. Zie je dat? Hij hangt er nu echt en dan krijg je hier zo'n dingetje. En ik wil hem iets zo hebben. Dat wil ik dus gaan laten doen, maar daar heb ik de 19e voor een afspraak in Arnhem. Gelukkig is het gewoon plaatselijk verdoofd hier en dan snijden ze het weg en dan klaar. En dan heb ik wel met de kerst van die Boomba Loompa ogen, maar ja. Kijk dat weer nou één keer. Het regent echt al de hele dag. Wat is dit, jongens? Anyways, ik ga nu de jongens ophalen. Het is 33. Plasje doen en dan kant op lopen. En ik wil niet, want het regent en ik heb geen plu meer. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we've no place to go. Heerlijk dit, hoor. Echt super. Dit is echt zo super lekker weer. Heerlijk. Die regen, love it. Met wind. Hou ervan, hoor. Kijk nou, je bent helemaal nat. Ja. Stom weer. Ja. Oh nee. Ook nat. Oh nee. Kom, jasjes uitdoen. Oh, koud. Oh. De rest is koud. Oh, wat is koud, hè? Oh, nee. Oh, nee. Wow. Kijk, mam. Ja, van jouw jas. Hang hem anders even ergens anders. Wacht. Hier. Ja. Kom jij even deze uitdoen. De sjaal afdoen. Kan je die sjaal... Nou, die hang ik even hier. Ja, tas? Ja, kijk, dat vind ik uitpakken. Oh, die is helemaal zeikie. En wil je toch een schoenen uit? Ja, doe maar je schoenen uit. Nee, mama.
Moet ik je helpen? Wacht even. Deze even aan een hanger doen, dan kan ik hem laten drogen. Ja, grond is helemaal nat. Oh, wat een weer. Dat is niet normaal. Echt. De kerstboom, hè. Hé, hey, Mervis, wil jij een andere broek aandoen? Nee. Nee? Is hij niet nat? Kijk, hij is schoon. Oké. Okay. Oh, ik ga even de kaarsjes aandoen weer. Het is zo vies weer. Je moet de andere kant op draaien. Oh ja, dat is hier. Kom maar Les. Hij zegt niet Memphis eerst, nee, hij zegt Memphis eerst. Thee met honing en sojamelk? Ja. Kom. Wat is er met kaars dan? Ja, ik kan rijden, ja. Wat is dat voor kat? Weet ik niet, man. Kom zo kijken. Kut, sorry. Heb ik helemaal die dingen gefilmd? Filmt hij niet eens. Kom je thee, Memphis? Kan je even doen? Jij mag even doen. Goed vasthouden, hè? We proeven naar school. Morgen naar school. Nee, morgen ben je vrij, hè? Dan ben ik met baby Jack-Jack. Dit de foto. Hallo, ik ben baby Jack-Jack. En dit? Ik ben, weet ik niet. En ik ben baby Jack-Jack. Zo, we hebben pizza besteld. Ja, mooi, hè? Mooi, hè? Lekker pizza besteld. Wij gaan gewoon nu even lekker pizzaatje eten. Oef. Ik heb het zo koud al de hele dag. Ik ga vanavond echt lekker vroeg mijn nest in. Zie je dat, hè? We kunnen samen doen, hè? Hier zitten, kom maar. Mijn poetje. Hou vast. Alsjeblieft. Echt? Au. Au, au. Is het heet? Nog één. Is het nog heet? Nee, nog één. Nog één. Nee, eerst even die eten. Ik moet ze. Oeh, wee. Gaan we lekker douchen? Ja. Geef die maar aan mama, die is niet van jou. Die is niet van jou en die is van mama. Dank je, en die andere ook? Dank je wel. Oké, lopen. Wow. Je peren zijn omgevallen. Kom, mag jij mij helpen? Wat is dit? Voetbal. Wat is dit? Daar gaan de gaten. Toet toet. Auto. Kijk, eentje. Ja, en een huisje. Ah! Oh, wat is dat? Een winterjas. Dit is een mes om mee te snijden. Dit is een vork om mee te prikken. Dit is een lepel om mee te eten. Uit. Mama kusje. Mama kus. Tjussie. Tjussie. Doei. Doei. Schiet op ten. Als dat opschieten is, nou. Oké, you know what time it is. Ik ga weer editen. Dat is de tijd. Ik heb trouwens net even gedoucht samen met Memphis. Even mijn pyjama aangedaan. Ik ben echt moe. Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hier te klikken op mijn hoofd. Zo klik en je bent geabonneerd. Ik upload tot aan de kerst iedere dag video's. En dan zie ik jullie morgen weer bij mijn volgende video. Doei doei!